Hey, en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims 4 aflevering van de enige echte Sims 4 serie met Jasmine. Ik heb er weer heel veel zin in, hopelijk jullie ook. En als je dat hebt, doe natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is wel handig als je de serie wilt volgen, want anders mis je misschien een video. En dat wil je niet. Jasmine slaapt nog. Het is vandaag een beetje rot weer. Nou ja, het is warm, maar het regent. Dus het is gewoon rot weer. Jasmine is trouwens nu ook geen zeemeermin meer. Ik heb het even weggehaald met een cheat. Want ik wist het eerst niet dat die er was, maar die was er blijkbaar. Want vannacht, toen ik de Sims... Nou ja, toen was het hier in de Sims-nacht, open ik de Sims. En zat ze ineens in het zwembad. Dus ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Dan gaat het nooit weg. Dus ze is nu gewoon weer normaal mens. Nou, ik vind het wel even een mooi tijdstip om op te staan. Bijna 9:30. Dan gaan we eventjes wat lekker eten. We gaan straks natuurlijk naar die... of naar dat optreden. Waar ik... Ja, ik had de handigheid. Dingen zat ik voltooid. Fitness had ik voltooid. Maar fitness is weer helemaal weg op een of andere manier. Dus dat gaat weer lekker. En wat gaan we ontbijten? Eens even kijken. Ik heb zin in een snelle maaltijd. Ik heb geen zin om helemaal weer iets ingewikkelds te maken. Gewoon cornflakes. Hoe gaat het eigenlijk met haar kookvaardigheid? Oh, ze heeft niveau 6, joh. Jeetje. Ze is echt beter in sommige dingen dan dat ik denk. Ja, ze heeft best wel veel vaardigheden. Nou ja, koken is wel echt hoog. Oké, nee, ik dacht ze heeft wel meer hoge vaardigheden, maar het is alleen koken. Hoe is ze zo goed in koken? Dan heb ik er zoveel gerechten laten maken of zo. Nou, dat moet dan wel. Geekcon is in de stad. Nou, helemaal leuk. Ook al gaan we daar nu niet heen. Ik ben trouwens een beetje ziekig. Ja, je hoort het misschien al een beetje aan mijn stem. Mijn neus zit een beetje verstopt en zo. Maar ik weet echt niet... Oh, wat is dit nou weer? Foutmelding, oké. Okay. Ik weet niet wat er met me is, maar ik ben al een maand lang niet helemaal lekker. Ik heb geen idee hoe het komt. Eerst had ik super last van heel veel hoesten. Nou, dat is nu al een beetje weg. En nu heb ik heel veel last van een verstopte neus. Nou, het is echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe het kan, maar ik blijf ziek of zo. Het is geen corona of zo, denk ik. Tenminste, ja, ik heb geen idee. Maar het zou me een beetje gek zijn als ik daar een maand lang last van heb. Dus ik weet niet helemaal wat het is. Maar vorige week voelde ik me wel echt even helemaal niet zo lekker. Had ik ook niet zoveel energie. Dus had ik ook niet zoveel energie om filmpjes te maken en veel te doen en zo. Maar dat is gelukkig nu alweer wat beter. Dus dat is fijn. Kan ik weer lekker gaan simsen. Ik ga even de robotstofzuiger aanzetten. Wat doet dat ding nou eigenlijk? Ja, het stofzuigen, maar... Het maakt niet echt iets schoon of zo. Of krijgt de sim daar dan nog een fijn gevoel door of zo als het wordt gestofzuigd. We moeten over een uur aan het werk. En waarom heb ik deze tijd niet even besteed aan nog sporten? Ik heb geen idee. Dat ja, had ik eigenlijk beter even kunnen doen. Want dan hadden we nog ja, de fitnessvaardigheid. Ook al zou die dan wel weer weggaan, maar... Ik word gebeld door Maarten. Die blijft me ook maar achtervolgen, hè. Ik hoor dat de festival t-shirts niet normaal zijn. Nou, als ze niet normaal zijn, waarom moet ik er dan eentje kopen? Dat wil ik helemaal niet. Ja, ik ga dan maar even... Oh, waarom hebben we nou het bedorven voedsel in onze broekzak? Ze haalt gewoon hele borden uit haar pyjama broekje. Dat kan blijkbaar gewoon. Oh god, 24 uur om mijn rekeningen te betalen. Ben ik weer lekker... niet aan het opletten. Ik heb te laat met betalen. Maar waar is die? Oh, hier is de brievenbus. Oh ja, dat was zo duur. Kijk, dan hoe duur. Nou, we mogen even beter worden met het acteren en meer geld gaan verdienen. Want anders gaan we niet redden. Oh, nou heb ik het nog niet betaald. We gaan natuurlijk mee naar het optreden. Ik heb er echt zin in. Het is echt heel lang geleden dat ik het heb gedaan. En we zijn er. Oh my god, wait a minute. Dit is Judith Ward. En dat is een wereldwijde superster. En dit is Vanessa Young. En zij is niet zo beroemd. Ik dacht dat ze beroemder was. Maar goed, Judith Ward is er. Oh my god. En, oh, Jasmine en Vanessa, die zijn hetzelfde. Wacht, Jasmine was toch... Oh nee, ik dacht dat ze al een 2-ster celebrity was. Nee, het is helemaal niet zo. Ze raakt zelfs bijna haar 1-ster kwijt. Dus ik mag even beter mijn best doen. Maar goed, ik vind het wel leuk dat Judith er is. Want dan kunnen we daar misschien kennis mee maken. Ook al gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Maar you never know, want we moeten ook onze scènes oefenen met een tegenspeler. En laat Judith nou net een tegenspeler zijn. Oh nee, waarom is Judith een achtergrondacteur? Waarom? Zij hoort toch op de voorgrond? Dus ik ga nu op de voorgrond en zij op de achtergrond? Dat klopt niet. Maar ik kan met haar dus niet oefenen. Volgens mij niet echt. Ja, ik laat hem maar even dan. Ik ga... Oh, we gaan eerst even een Simsagram verhaal plaatsen. Oh, Holly Alto is er ook. Dat is ook een beroemdheid. Maar daar kunnen we ook niet mee...
Nee, oké. Wie zijn mijn tegenspelers dan? Die staan hier, denk ik. Oh, hier. Hamza Gomari is mijn tegenspeler. Nou, dan ga ik daar eventjes natuurlijk mijn scène mee oefenen. Al ga ik me natuurlijk eerst even voorstellen. Ook wel een leuke man. Ziet er leuk en aardig uit. Even kijken. Wil ik hem nog leren kennen? Wil ik zijn carrière weten? Nou ja, die weet ik eigenlijk al. Ik ga gewoon meteen de scène oefenen. Want we hebben nog heel veel dingen te doen. En we moeten het wel eventjes op tijd allemaal hebben. Oh, we hebben tot 8 uur de tijd. Oh joh, het is pas 1 uur. Ja, toch wil ik wel even eerder klaar zijn. Want dan kunnen we ook nog wat anders doen. Jeetje, nou die Hamza, die gaat er wel vol voor hoor. Jasmine mag nog wel even wat andere stemuitdrukkingen doen. Ze zit helemaal zo, wow, wow. En ze praat dan. Dat moet harder, Jasmine. Dat moet gewoon. Kijk mij joh, wat denk je de buur aan doen? Oké, dit heb ik gedaan. Ik moet iemand nog vragen hoe de dag is. En dat doe ik dan ook maar van Hamza. Stiekem flirten. Jeetje, ze wil nou alweer gaan lopen flirten, die meid. Hier, vraag hoe de dag was. Kan ik ook met Judith praten? Nee. Oh, maar dit is goed nieuws. Judith zit in mijn groepschat. Mijn groepschat. Alsof we op WhatsApp zitten. Nee, maar ze zit in het groepsgesprek. Dus misschien kan ik dan wel een beetje met haar praten. Nee, nog steeds niet. Zij moet tegen mij praten. En als ze nou even tegen mij blijft praten, dan ontstaat er vanzelf een vriendschap. Jasmine, waarom ga je nou weer zo gillen? Je hoeft niet te gillen om kennis met iemand te maken. Dat is raar. Dat doe je niet. Hier, nu is het gelijk weer verpest. Het is toch gewoon ongelooflijk. Ja, ik ga dan maar gewoon mijn haar en make-up laten doen. Wat voor kapsel zullen we dit keer krijgen? Wat voor optreden is het ook alweer überhaupt? Oh ja, Vladislaus Hardware. Nou, ik denk dat het er een beetje futuristisch uit gaan zien. Net zoals Judith en Vanessa. Ik weet niet waar Vanessa is. Ik denk dat we ook een beetje zo'n ruimtepak aankrijgen. Of misschien juist helemaal niet. Wat gaat deze vrouw ervan maken? Ananya Gandhi. Die is altijd de make-up artiest. Echt altijd, heb ik het idee. Oh jeetje. Dat is wel heel geel. Nou, vind ik het niet heel mooi. Het is een beetje heel geel haar. Maar goed, de staart is wel leuk. Het kostuum gaan we aantrekken natuurlijk. Hopelijk is dat ietsje leuker. Ik moet trouwens ook echt weer even nieuwe outfits voor Jasmine maken. Ik wil dat nog doen. Oh. Oh, nou, deze outfit had ik totaal niet verwacht. Ik denk, we krijgen iets heel stelvols of zo. Kijk, zoals hun. Super futuristisch. Maar wij krijgen er gewoon een klusmannenpak. Om het maar zo even te noemen. Nou ja, dat kan ook natuurlijk. Ik ga aanwijzingen van de regisseur krijgen. En wat gaat ze mij vertellen? Ze gaat mij waarschijnlijk vertellen dat ik gewoon klaar moet gaan staan. Want ze is al helemaal klaar. Ze heeft de make-up gedaan, haar gedaan. Alles is klaar. Ik ga er gewoon vertellen dat ik klaar ben om op te treden. En dan gaan we er staan. Ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd wat voor scènes we allemaal gaan doen. Even kijken. Ik moet de vampierbeet scène opvoeren. En de koelkastreparatie scène. Nou, laten we beginnen met de koelkastreparatie scène. Ga ik die riskant of veilig doen? Nou, we hebben niet echt een geweldige vaardigheid. Dus ik doe hem veilig. Riskant kan ook, maar dan hebben we dus meer kans dat het fout gaat en dat het optreden dadelijk niet helemaal goed is. En dat is natuurlijk niet fijn. Oké, daar gaan we. Oké. Dit ziet er goed uit. Oh, dat was het al. Dat was snel. Zullen we dan nu maar... Ik ga nu wel... Oh, we moeten deze ook nog doen. Product tonen. Nou, dat doe ik ook maar veilig. Ik doe gewoon alles even op safe. Want ik wil gewoon goud halen voor het optreden. Ik wil dat iedereen het gewoon goed vindt. Want dan gaat ook mijn room snel omhoog. Prachtig, meid. Toppie. Doet het helemaal goed. Zo. Laatste scène alweer. Dat is de vampier scène. Ga ik hier een scan doen? Nou, hoeveel... Ja, ik doe hier dan wel even riskant, want we hebben niveau 3 van de fitness. We hadden niveau 2 nodig, dus dat moet wel kunnen, toch? Ja, waarom moeten we eigenlijk een fitnessvaardigheid hebben om door een vampier te worden gebeten? Oh, zij speelt de vampier. Oh, ik dacht dat Jasmine gebeten zou worden, maar zij... Maar hoe? Ik snap het verhaal niet. Eerst gaat ze een koelkast repareren, dan gaat ze een product aanprijzen en dan gaat ze iemand bijten. Dan is ze ineens een vampier geworden. Hoe, waar is de link tussen al die twee dingen? Ik snap het niet. Maar goed, het zal wel. We hebben het voltooid. Hé, we hebben goud! Nou, maar dat is helemaal goed. Want dat is hartstikke goed voor onze room. Kijk eens aan. Jasmine heeft goud verdiend. Kijk, 2 roomsterrenpunten erbij. Geld verdiend. Nou, niet heel veel. Niet genoeg om ons huis te betalen in ieder geval. Maar ja.
Dan gaan we naar huis. We hebben het mooi weer even gedaan. Goed, ga ik nu maar eventjes de rekeningen betalen. De enorm dure rekeningen. Maar het moet wel, anders kunnen we hier niet wonen. Zo, waarom is ze nou ineens weer zo weinig plezier? Hoe kan dat? Moeten we maar even een spelletje gaan doen of zo. Ga wel eventjes Sims voor altijd spelen. Heeft ze even wat meer plezier. En daarna vind ik het wel even leuk om nog ergens naartoe te gaan. Want anders zitten we ook maar zo thuis. Die stofzuiger is nog steeds bezig. Die is gewoon al echt heel de middag aan het rondrijden of zo. Oh, de plezierbalk zit alweer vol. Nou, dat was echt ontzettend snel. Ik ga eens even ergens heen. Ook even ergens waar we een hapje kunnen eten. Ik weet eigenlijk nog niet waar ik heen wil. Wat heb ik in New Crest eigenlijk staan? Maar ook niet zoveel. Zal ik een keer naar die bowlingbaan weer gaan? Wil ik dat doen? Of wat is dit? Koffietent. Ik heb trouwens ook nog wat van jullie Sims in de wereld gezet. Nog niet heel veel, want het is best wel veel gedoe om het te doen. Want als je een nieuwe Sim hebt, heb je natuurlijk niet genoeg geld om meteen alle dure huizen te kopen. Dus moet je ze eerst daar op een kavel zetten. Moet je de cheat invullen voor meer geld. Bla bla bla. Dus het duurt altijd wel even voordat het allemaal gedaan is. Maar er zitten een aantal van jullie Sims in de wereld. Dus het kan zomaar dat je jouw Sim dadelijk tegenkomt. Of misschien niet in deze aflevering, misschien in een andere aflevering. Maar waar ga ik nou naartoe? Ik heb geen idee waar ik naartoe wil. Ik ga wel gewoon even naar die bowlingbaan. Weet je, waarom niet? Ik kan daar vast wel wat eten. Dat hoop ik tenminste. Anders zal ik er nog ergens anders heen. Maar goed, kunnen we even een potje bowlen? Zo, we zijn er. Ik weet niet of jullie deze ooit hebben gezien. Ik heb hem wel een keertje laten zien, maar dat is ook alweer lang geleden. Het ziet er heel leuk uit. Alleen het bowlen, vorige keer werkte het allemaal niet zo goed. Dus dat vond ik een beetje vervelend. Kunnen we hier... Oh ja, kijk. Hier is de bar. En dan kunnen we vast wel eventjes wat eten bestellen. Kijk eens aan. Laten we gaan voor vis met patat. Want dat is het, de grootste maaltijd die we ook al krijgen, denk ik. En Jasmine heeft flink honger. Ik heb heel de tijd bijna de neiging om Millie te zeggen. Ik weet niet waarom. Maar ik heb ineens heel de tijd Millie in mijn hoofd. Dus als ik per ongeluk een keertje ineens Millie zeg... Sorry, het kan gebeuren. Dan zeg ik het echt gewoon automatisch en heb ik het niet door. Maar goed. We zitten lekker aan de vis met patat. Blijkbaar eet zij vanaf hier in plaats van gewoon vanaf de bord. Ik weet niet hoe dat nou weer kan. Ze zit wel bijna weer lekker vol. En dan kunnen we daarna even een potje bowlen. Oh, er zijn hier al mensen aan het bowlen. Dit is, dit is een bowlingclubje, toch? Ja, deze twee mensen zitten denk ik in een bowlingclubje samen. Wat komt daar aan? Een alien! Het is gewoon een alien. Wat doet die nou weer hier? Zit die ook bij de bowlingclub? Ah, ik denk het. Aanlopende game meedoen. Ik ga gewoon meedoen met deze meiden die allemaal aan het bowlen zijn. Oh, die alien die kon er niet echt wat van. Viel zo midden op het gezicht. Oh, kijk, we hebben onze fancy bowlingschoenen aangedaan. Supermooi. Nee, ze zijn niet echt mooi. Waarom zijn bowlingschoenen eigenlijk nooit mooi? Ik kan toch ook gewoon stijlvolle bowlingschoenen maken? Doen ze niet of zo. Het moet altijd van die gekke schoenen met inderdaad rood en blauw. Altijd zijn ze in van die gekke kleuren. Lijkt altijd clownschoenen een beetje. Oké, te gaat ze hoor. Oeh! Oh, nou dat is hartstikke redelijk. Goed gedaan. We hebben zelfs de boningvaardigheid verworven. Ik wist niet eens dat die er was. Oh, daar gaat de alien weer hoor. Nicole. Oeh! Oh, zo. Gewoon een strike heeft ze. Nice, en net viel ze nog op de muil. Nu heeft ze ineens een strike. Nou, Jasmine weer. Hopelijk gaat ze niet vallen. Ah. Oh, er gaat er weer eentje. Die valt echt gewoon helemaal... Hoe val je zo plat als je een bowlingbal gooit? Dat is me ook wel, vind ik ook wel heel knap. Nou, nog één keertje gooien, Jasmine. Dan vind ik het alweer genoeg geweest hier in de bowlingbaan. Hey, een strike! Nou, kijk, de laatste worp is meteen de beste. Jeetje, wat zijn hier trouwens veel mensen? Wat doen die allemaal hier? En wat ziet deze eruit? Wat heeft deze aan? Een of ander kledingstuk dat niet helemaal goed werkt. Hoe ziet dit eruit, joh? Potverdorie, zeg. En deze ziet er wel heel mooi uit, deze mevrouw. Marjolein Groen. Leuke jurk. Oh, ze is er nu vandoor. Hey, Caleb. Oh, gaat er ook vandoor. Nou. Leuk. Ik ga er dan ook maar weer vandoor. Ja, iedereen verdwijnt ineens. We zijn weer lekker thuis. Ik zie dat Jasmine nog niveau 3 wil bereiken van de acteervaardigheid. Nou, en ik dacht dat kan ik nu wel eventjes doen. Ik zal even trouwens de stofzuiger uitzetten. Ik vind het nu alweer genoeg geweest. Het is echt al letterlijk heel de dag bezig. Zo, heel even nog acteren oefenen. Ik vind het wel een beetje eenzaam trouwens in zo'n groot huis. Helemaal in de eentje. Ik vind het wel even tijd voor gezinsuitbreiding. En nou hoeft het niet per se meteen een kind te zijn. Kan ook een man zijn of zo. Nou, dan is het niet meteen, dan is het niet gezinsuitbreiding. Maar goed, ik vind het gewoon tijd dat er even iemand in het huis bij komt.
Maar een man, ja, ik weet niet. Het moet wel gewoon een leuke man zijn, weet je? Ik vind het moeilijk. En hoe ziet die Arjen er nu ineens weer uit? Die ziet er ook echt elke keer weer totaal anders uit, heb ik het idee. Dus ik weet het niet. Het is gewoon moeilijk om de juiste man te vinden voor Jasmine of zo. Meestal dan zie ik wel Sim en denk van, oh, dat is hem. Dat is gewoon een superleuke man of vrouw voor diegene. Maar bij Jasmine, ik heb gewoon geen idee. Ik weet niet wie bij haar past. Ik weet het gewoon niet. Als jullie het weten, vanuit dit lijstje, laat het vooral even weten. Maar ja, ik weet niet. Ik voel het bij hun allemaal niet echt. Nee, en als ik dan een keer dacht van, oh, dat is een leuke man voor haar, dan vond die man er weer helemaal niet aardig. Dus het is echt altijd wat. Ja, behalve Maarten dan. Maar ja, die is nu een oudere. Dus ja, nee, dat vind ik gewoon niet zo leuk. Moet Jasmine maar verkeer innemen met mij? Oké, nee, dat wordt wel een beetje gek. Nee, ik moet dan toch wel maar even verder kijken, denk ik. En anders dan moeten we maar gewoon een kind maken met een random man. En dan gaan we gewoon met dat kind verder. Wordt ze een alleenstaande moeder. Misschien is dat ook wel een leuk idee. Heb ik nog nooit gedaan. Alleenstaande moeder zijn in The Sims, denk ik. Zou ik dat anders gewoon doen? Het is wel een beetje raar om een man te gebruiken voor een kind. Maar goed, ik kan het wel doen. Ik kan vast wel iemand het bed in krijgen, toch? Ik denk dat ik Arjen sowieso wel het bed in kan slepen. Nou, moet ik dat maar doen. Acteerniveau 3 bereikt. Oh, we kunnen nu ook acteren op straat. Zodat we meer, hoe heet het, geld kunnen verdienen. Dan kunnen we de fooi voor vragen. Helemaal leuk. Kan ik dat ook nog een keertje doen? Even naar de wc en dan is het alweer tijd om te slapen. Zit nog lekker in bed. Hopelijk vonden jullie de video weer leuk. Doe dan natuurlijk even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor meer video's. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!